De Schiedamse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Alleen GroenLinks en Progressief Schiedam blijven tegen. Het stuk A4 tussen Delft en Schiedam is al tientallen jaren omstreden. Het Schiedamse college gaat met bewoners en andere betrokkenen overleggen hoe de overlast van de aanleg kan worden beperkt. Excelsior-aanvaller Guillaume Fernandez is voor twee wedstrijden geschorst, wegens een overtreding op AZ-speler Moreno. Eerst had de KNVB hem voor vier wedstrijden geschorst, maar dat is nu gehalveerd. In het bekertoernooi is Excelsior in de vierde ronde gekoppeld aan Sparta Nijkerk. FC Dordrecht moet het na de knappe zege op NEC in de volgende ronde opnemen tegen FC Volendam. Feyenoord en Sparta zijn uitgeschakeld. Feyenoord ontkent berichten een lening van 10 miljoen euro te hebben ontvangen van een investeringsmaatschappij. Dat verhaal kwam eerder deze week naar buiten. De Rotterdamse voetbalclub stevend af op een tekort van 2,5 miljoen euro over het lopende seizoen. Precies een jaar na de botsing tussen twee goederen treinen bij Barendrecht is die gemeente teleurgesteld over de voortgang van de veiligheid op het spoor. Er is sinds het ongeluk nog niets verbeterd, vindt burgemeester Van Velzen. Zo vindt hij dat het onderzoek op het spoor naar het plaatsen van speciale waarschuwingszijnen te lang duurt. Rotterdam is van plan om honden in te zetten bij het bestrijden van geweld in het openbaar vervoer. Als het plan doorgaat, komt er eerst een proef in de deelgemeente Delfshaven. Uit cijfers blijkt dat het aantal incidenten in het openbaar vervoer in Rotterdam en omstreken vorig jaar is gedaald.